staat hier met Sinterklaas op het Oldhof. Sinterklaas, mag ik u het vragen? Wat was er nu aan de hand met de auto? Ja, wij waren onderweg en we hadden natuurlijk heel veel haast om zo snel mogelijk bij het Oldhof te komen. Maar ineens, ja, Piet, ik weet ook niet wat er gebeurde, maar ineens zegt me Piet, hij doet het niet meer. Dus het was nog een paar keer prut, prut. En toen was het voorbij. En gelukkig tegenwoordig met de mobiele telefoon kunnen we heel snel alles inschakelen. Dus de firma Vorges is bij ons, kwam er heel snel bij. Dus eigenlijk waren we maar een 10 minuutjes te laat hier op het Oldhof. Wat vindt u van om weer op het Oldhof te zijn? Geweldig, geweldig. Het is hier altijd een feest. De kinderen zijn altijd blij. Heel veel leuke, spontane en blije kinderen. Dus daar is Sinterklaas natuurlijk altijd heel erg blij mee. Zijn er veel lieve kinderen hier dan? Ja, allemaal. We hebben hier nog nooit meegemaakt dat er geen lieve kinderen waren. Dus alleen maar lieve kinderen. Alleen maar spontane kinderen. En dat kan ook niet. We hebben hier ook een heel leuk team van juffen. Dus dat gaat altijd goed. Denk je dat we nog dit jaar kinderen in de zak meegaan naar Spanje? Nou, dat doen we eigenlijk al jaren niet meer. Nee, we doen eigenlijk alleen maar onze eigen pieten. Die gaan ieder jaar weer gewoon mee op de boot. En kinderen die laten we gewoon lekker hier in Nederland. Schuimpjespiet, ja, daar gaat het al stukken beter mee. Die knapt al steeds beter op. Hij heeft soms nog wel een beetje de verleiding om weer gewoon aan de schuimpjes te gaan. Maar een paar per dag mag, maar niet te veel.